Acrylix is een middel waarmee je lokale vetophopingen in het gezicht en in het lichaam kan behandelen. Voordelen is dat je er vetophopingen mee kan behandelen die bijvoorbeeld te klein zijn voor bijvoorbeeld een liposculptuur. Het is makkelijk in het gebruik, de hersteltijd is laag. Nadelen zijn dus dat het bijvoorbeeld wat minder effectief is dan bijvoorbeeld een liposculptuur. Dat zuig je echt op. Dus daar zit in iets, het is iets variabeler dan bijvoorbeeld een operatieve ingreep. Nou, wat een hele goede behandelmethode is, is voor de onderkin. Daar is het heel goed voor. Soms doe ik ook de kaaklijnen, doe ik daarmee. Maar bijvoorbeeld ook voor, je kan daar ook buiken. Eigenlijk alles kan je daar wel mee behandelen. Maar ik vind daar heb je veel meer voor nodig, waardoor soms, zoals ik al zei, een operatieve ingreep veel beter is.